Gemert JWC is een leuk affiche op 31 oktober als de Kuikenaren naar Gemert komen. Ja, het zijn altijd wedstrijden op het scherp van de snede tussen JWC en Gemert. Gerrit van Laar heeft er een hard hoofd in. Jörn Becker speelt een beetje met de pupil van de week. Evenals Bas van der Rijken die weer veroordeeld was tot de bank. En de spelers komen om iets voor 2:30 op het veld. Onder leiding van, jawel, scheidsrechter van Elswijk. En die komt uit Honselerdijk, dat is in Zeeland. En die kennen we, want hij floot namelijk de wedstrijd De Treffers Gemert. De wedstrijd waarin Gemert landskampioen bij de zondagamateurs werd. Ze geven elkaar nog een vriendelijk een handje. Scheidsrechter van Elswijk legt even uit wat hij allemaal wil. En de pupil van de week gaat als eerste op weg naar Martinez. En die zal hem gegarandeerd passeren. JVC Kuik is aan een hele goede serie bezig. En Gemert, ja, aan een mindere serie. Gemert 6 wedstrijden op rij verloren in de competitie. En JVC Kuik bezet op dit moment een derde plaats. En waarom? Ja, dat zal gaandeweg de wedstrijd misschien dan wel blijken. Alhoewel, Gemert bood geweldig tegenstand. Want zeker in de eerste helft was Gemert bij vlagen beter dan JVC. Hier werd de bal nog corner gespeeld door Bart van Berlo, die de bal ongelukkigerwijs aanraakt. Maar deze corner zal tot eigenlijk niets leiden. En Gemert probeert er snel uit te komen. Hasnadar was ook weer van de partij vandaag. En Noël Jansen, die dus de basisplaats had, die legt de bal hier klaar voor Gatso. Die schiet tegen een JVC-verdediger op. Maar Gemert liet vooral op het middenveld de bal goed en snel rondgaan. En deze jongen, nummer 15, Jan Kuwera, een plaag. Evenals de nummer 10, je ziet het aan zijn bewegingen, El Alaghi. Dat waren plagen voor de Gemertse verdediging. Technisch zeer goede voetballers. En dat hebben ze geweten vanmiddag in Gemert. Een kleine 1200-1300 toeschouwers omzoomden het Spoorpark waar de zon volop scheen. En waar even Noël Jansen zijn gezicht laat zien. En ook laat zien waarom dat hij in de basis staat. Want Hasnadar legt de bal panklaar. Een geweldige kopbal. Maar ook een geweldige redding van doelman Martinez van JVC. En hier krijgt hij nog een kans. Er is al gefloten voor buitenspel volgens de grensrechter. Maar Martinez lag weer op de goede plaats. Dan krijgen we Hasnadar in de tweede poging. En dan komt die speler ongelukkig in aanraking met zijn eigen keeper. En dat is toch 100 kilo. Nou, daar gaat Alaghi weer. Die gaat de hele middenveld daar voorbij met een aantal zaalvoetbaltrucs. En die etaleert hij hier nog een keer. Maar je moet natuurlijk wel voor goede huizen komen. Wil je de Gemertse verdediging kunnen passeren. Maar ze hielden ze wel bezig, de backs. En dan probeert JVC het maar van afstand. Hasnadar, ja, hij was het de plaag van de JVC-verdediging. Zeker in de eerste helft. Krijgt de bal goed voor. Maar Gemert komt wat dat betreft eigenlijk lengte tekort om Martinez in gevaar te brengen. En dan gaat Hasnadar beginnen aan een solo. Dan kreeg de bal van Mark van Dijk. Passeert daar de hele verdediging en werkt perfect af. Ja, en zo'n doelpunt, ja, dat moet je op een speciale manier vieren. Kijk, hij passeert 1, 2, 3, 4 spelers. En hij met zijn verkeerde voet ook nog precies in de kruising. En Hasnadar, wegens droeve omstandigheden, was hij een aantal weken afwezig. Zijn vader was overleden. En dan richt hij zich ten hemel. Pap, deze is voor jou. En Gemert ging goed door in die eerste helft. Het bood heel goed tegenstand tegen de nummer 3 uit de topklasse. Die het vooral van individuele acties moest hebben. Vrije trap die niets oplevert. En Sven van Ommeren hoefde wat dat betreft in de eerste helft weinig tot actie over te gaan. En dan gaat Hasnadar weer aan de linkerkant. En weer dezelfde situatie als bij het doelpunt. Alleen nu ketst hij via een speler af. En hier is Noël Jansen net niet groot genoeg om die bal erin te kunnen tikken. Goeie 1-2 met Verzutphen. Krijgt hij de bal voor? Ja, hij krijgt hem inderdaad voor. Maar Gemert komt daar gewoon een lengte tekort. En dan krijgen we weer een technisch hoogstandje van Jan Kuwera. Daar aan de achterlijn. Houdt het kort erin. Krijgt de bal nog voor. En zijn spits is net te laat om Sven van Ommeren in gevaar te brengen. En dan verdedigt Gemert die 1-0 voorsprong. Komt Van Herpen als aanvaller aan de bal. Wil gaan verdedigen. Probeert Paardenkoper aanspelen. Maar speelt hem recht in de voeten van Wesley Meeuwsen. Ja, en die heeft wel de klasse om Van Ommeren te passeren op die manier. Dit is een cadeautje. Fout van Van Herpen. Hij weet het zelf natuurlijk. En misschien ook wel René Paardenkoper die net de andere kant in liep. Maar uiteindelijk, de grove fout leidt wel tot de gelijkmaker bij JVC. En dan gaat Gemert toch weer door daar aan de rechterkant. Noël Jansen met de rechtervoet. Ja, kijk je naar links. Mark van Dijk houdt zijn arm ook omhoog. Die stond voor een leeg doel.
Van Herpen gaat dan op zoek naar zijn actie. Tussen drie man in? Nee, lukt niet. Vrije trap, scheids? Nee hoor, gewoon doorgaan. Bal komt voor het doel, maar daar komt de lengte van Gemert weer te kort. Jan Kuera aan de andere kant probeert Van Ommeren met een gevaarlijk schot te verrassen. Maar de bal gaat over het doel. En ik denk ook wel dat Sven hem gehad had. De ruststand 1-1. Beetje teleurstellend. En Becker? Zou die reservekeeper worden? Ik denk het niet. De tweede helft. Ja, gaan we vanuit dat Gemert het goede spel van de eerste helft ook in de tweede helft voort kan zetten. Maar JVC, ja, het blijft gevaarlijker, vooral met die technische jongens. Zij kunnen individueel een wedstrijd beslissen en ook een tegenstander uitspelen. Dat weten ze bij Gemert op de bank. Ze zijn zenuwachtig. En Dinan van Haren en Jan van Deinzen, twee ervaren voetballers, die hebben er misschien iets meer hoop op dat JVC het vanmiddag nog zal lukken. Jan Kuera weer aan die kant. De bal wordt voorgebracht, maar hij wordt goed verdedigd door een Gemert-verdediging. Ja, en de corner wordt uitermate slecht genomen. Maar het wegwerken van Pim Verzutphen is nou ook niet echt de schoonheidsprijs. En JVC blijft gevaarlijk in die tweede helft. Het blijft de kantjes opzoeken. En het krijgt ook de kantjes. En Gemert daarentegen aanvallend, vooral in de tweede helft, wordt er weinig gecreëerd. Van Dijk probeert het dan maar van afstand. Ja, dan moet je maar niet voor gaan staan. Deze speler lag gewoon een paar minuten. Het publiek, nou, het heeft nog alle goede hoop op een goede afloop. En we zagen daar ook Dave Rijksen zitten, geblesseerd. Dan probeert Gemert het wel met mannenmacht daar. Het komt gewoon lengte tekort in het strafschopgebied. En ook de vrije trappen leveren niet alles op. Hasnadar gaat dan op de rand van het 16 meter gebied. Goede actie, maar hij wordt onderuit gehaald door de verdediger. Vrije trap, ideale afstand. Bart van Berlo hangt te ver achterover, waardoor de bal hoog over het doel gaat. En dat had hij toch moeten weten met zijn ervaring. JVC krijgt kansjes. Sven van Ommeren probeert in ieder geval nog die 1 achter zijn naam te houden. En het zal hem heel lang lukken. Want in de tweede helft was JVC toch sterker dan Gemert. Terwijl Bart van Berlo hier geblesseerd raakt, wordt Noël Jansen van het veld gehaald. Vlak voor tijd mag Bas van Rijken het nog gaan proberen om, ja, als spits in ieder geval nog wat te doen. Sven van Ommeren redt hier Gemert, de 1-1, want hij redt op Jan Alaghi. En Gemert, ja, hoge ballen voor. Als er weinig lengte is, heb je er weinig aan en kan die JVC makkelijk uitverdedigen. Ja, en die technische voetballers, het bleef een plaag voor de Gemertse verdediging. Maar Sven van Ommeren, die wist van geen wijken. Van Herpen mag het dan proberen in plaats van Berlo. Maar ook zijn schot mist elke kracht en elke richting om Tienes maar in gevaar te brengen. En hier, Meeuwsen. Hij loopt eigenlijk al weg om te juichen. Maar Sven van Ommeren bleef zo lang staan dat hij de bal over Sven, maar ook over het doel heen kreeg. Hoe kreeg je hem eigenlijk nog erover? Dan is het Van Herpen. In plaats van de bal voor te gooien, jaagt hij hem in één keer op doel. Maar gaat in het zijnet. 5 minuten extra speeltijd kwam erbij. En dat is misschien ook wel terecht. Veel blessuregevallen, langdurige blessuregevallen. En hier gaat Sven van Ommeren, die met zijn leven speelt, maar wel bovenop de schoendook van Alaghi. Anders was het 1-2 geweest. En hier, ja, dit was de kans voor Gemert om de wedstrijd te beslissen. Hasnadar aan de linkerkant, hij had hem terug moeten leggen. En dan is weer opnieuw die El Alaghi. Hij krijgt alle ruimte om te schieten. Ja, en dat moet je bij dit soort spelers niet doen. En in de 94ste minuut beslist hij de wedstrijd tussen Gemert en JVC. Niemand die hem aanpakt. En Sven van Ommeren is kansloos op dat schot. Dan is het 1-2. Gaan de kopjes bij Gemert naar beneden. En wordt er opnieuw verloren. En dat had helemaal niet gehoeven. Dan zijn er nog wat plaagstootjes in die resterende minuut eigenlijk. Sven van Ommeren denkt dan, nou, heel snel haast maken, die bal naar voren toe. Maar scheidsrechter Van Elswijk, die besluit na 95 minuten af te fluiten. Staat Gemert met lege handen. Is de teleurstelling bij de trainer en technische staf heel groot. Gemert speelde goed, maar het verliest met 1-2.